Welkom terug in mijn Minecraft Survival wereld. Vandaag wordt de grote dag. Ik moet namelijk ontsnappen uit deze gevangenis. En mijn beste vriend Alex komt mij hopelijk hiermee helpen. Want gisteren heb ik hem weer voor het eerst gezien, gelukkig. Want hij kwam zonder dat de agenten het zagen de gevangenis in. Maar voordat we op avontuur gaan, wil ik jullie vragen om dat duimpje omhoog te doen op deze video. Want bij de 7000 duimpjes omhoog op deze video ga ik door met deze Minecraft Survival serie. En oh ja, vergeet ook zeker niet om te abonneren voor meer Minecraft avonturen. Oh, volgens mij is het letterlijk iets om 3 uur in de nacht en de agenten zijn er nog steeds niet. Normaal moet ik al lang werken. Ik ben zo benieuwd. Het is letterlijk mijn laatste dag dat ik nog leef. Want als Alex vandaag niet komt, dan ga ik eraan. Dat is letterlijk wat die boze meneer tegen me zei. Oh, ik hoor allemaal geluiden. Hallo? Dennis, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Ja, wat denk je? Ah, Luc, ik moet je iets vertellen. Ik heb gisteren Alex gezien. Hij is hierheen gekomen. Alex was hier binnen. Hij stond hiervoor. Hij heeft me letterlijk eten gegeven. Hij was hier. Ik heb met hem gepraat en dat soort dingen. Hij kon me helpen, denk ik. Hij heeft de kaart van je gekregen. Hij zag het. Hij wist de locatie. Ja, hij kwam via een ingang hier binnen. Ik weet niet via welke. Hij is hier nu niet, maar ik hoop dat hij me komt redden. Heb je wat eten voor me trouwens? Ja, ik heb een paar broodjes voor je. Oh, echt bedankt, Luc. Je bent echt een held. Broodjes, heb je ook een koekje of iets? Ja, ook een koekje. Oh, hey, die Dennis, wat is hier aan de... Wat was dat? Wat hebben jullie het over? Lever je spullen in. Hij heeft niks gedaan. Lever je spullen in, lever je badge in, lever alles in. Nu. Hoe bedoel je? Wat gebeurt er? Lever alles in. Hou je mond, Dennis. Dat is brood. Mooi. Je pistool. Je vuurwapen. Hij heeft niks gedaan. Hou je mond, Dennis. Hoe bedoel je? We vragen niks aan jou. Wil je kogel? Hier. Nee, au. We vragen toch niks aan jou, Vel. Je gaat daar mooi zitten. Je wacht af. Dat zit met alles. Been. Alles. Mag ik dit koekje houden? Nee, tuurlijk niet. Geef. Oké. Peuzel ik lekker op. Hier. Wat heeft hij gedaan dan? Zie dit? Je gaat met Dennis mee vandaag werken, oké? Dat is je verdiende loon. Hoe bedoel je? Jullie gaan vandaag werken. Hoe bedoel je jullie? Hij hoort toch bij jullie? Jij en Luc natuurlijk. Hij hoort toch bij jullie? Niet meer. Hij is verraden, ja? Je bent een verrader, dat ben je. Mag ik eruit? Laat hem eruit. Hier, kom eruit. Deur is open. Kom maar uit. Oh, lekker. Plomen, kom eens, jongen. Ik kom al. Rustig. Omdat het je laatste dag is, weet je wat we gaan doen? Wat gaan we doen? Gaan we iets leuks doen? We gaan lekker buiten spelen. Echt? Ja. Nee, natuurlijk niet. Hoe bedoel je nee, natuurlijk? We gaan gewoon hard aan het werk, ja. Je gaat weer veel blaren krijgen op je hand. Je handen gaan weer pijn en je kan amper lopen, ja. Maar... Samen met deze verrader hier. Deze voor je. Ik beloof het, hij heeft me niet geholpen. Ik meen het, hij heeft me niet geholpen. Ik zag het donders goed. Wat heb je gezien dan? Hij gaf jou eten. Je hebt je eten van vandaag al gehad. Dat was gisteren namelijk. Ik heb helemaal niks, hoor. Ik heb geen eten. Gisteren kreeg je je broodje. Daar moet je 3 dagen mee doen. 3 dagen met 1 broodje? 3 dagen, ja. Dat hoorde je goed. Hou die tasers en die wapens weg. Oké, nee, we gaan zeker aan het werk. Nee, we gaan zeker aan het werk. Niet. We gaan aan het werk. We luisteren. Ja. Kom maar mee. Ik mag hem niet eens, deze politieagent hier. Of je laat een keer je mond dicht, ja, kom. Hoezo word jij opeens gevangen genomen? Ik weet het niet, oké? We gaan eerst naar de put weer toe. Het moet weer geleegd worden en weer gevuld, want puur om jullie te pesten, want het heeft totaal geen nut. Hoe bedoel je, het heeft geen nut? Kom maar gewoon mee, oké? Ga die put legen en vullen. Oké. Dennis, jij mag de emmers gaan legen. Allemaal 1 voor 1. Luc gaat ze weer vullen, 1 voor 1. Nee, we kunnen het toch samen doen? Hou je keer je mond dicht, ja? Je luistert een keer wat we zeggen, oké? Hier, Luc, ik kom ze brengen, oké? 1 voor 1. Oké. Beetje sneller. Moet ik weer schieten naar beneden, of niet? Nee, kom al. Op deze! Rustig met die schoten, dat is super gevaarlijk. Nee, zeker niet. Dat boeit mij niet, oké, als je geraakt wordt. Oké, het volgende emmertje. Zo. Hier, Luc, dan kan je alvast mee. Kom maar. Nee, dat mag niet. Hij blijft hier mooi wachten. Nee. Het kan toch wel Je gaat een keer de cel in. Naar beneden jij. Oké. Luc, jij ook naar beneden. Je doet het eerste emmertje, oké? Anders duurt het al veel te lang met jullie. Volgende emmertje. Oh, die heb ik bij me. Ik geef hem wel onderaan. Naar beneden, snel Dennis. Kom op, we hebben niet alle tijd. Oh, pas op, Luc. Gaat dat wat is er gebeurd? Ze hebben je door. Ik heb je trouwens. Dankjewel. Mijn beste vriend komt ons halen. Ik beloof het. Ik heb er vertrouwen in, oké? Ik heb er vertrouwen in. Opschieten. We komen al. Hier moet ik weer schieten. Hier, deze. Nee. Ik kom al. Rustig. Oh, het gaat zo slow met jullie. Het is ongekend. Luc, jij ook. Je bent echt traag. Ongelooflijk dat ze jou ooit hebben aangenomen. Oké, jij hebt hem aangenomen. Hij werkt voor jou. Werk eigenlijk voor die...
voor die Kevin, maar ik heb deze twee polietjes van hem, ja, soort van gehuurd of betaald om maar voor mij te werken. Ik doe het voor de lol. Niet waar. Die Kevin... Ik was bedreigd. Is dat... Je werd bedreigd? Nee, tuurlijk niet. Ik heb hier... Montau, rustig doorwerken. Tegen, rustig tegen. Doorwerken, kom. Het is gebeurd of niet? Ja, het is klaar. Het is klaar. Wat zie ik hier? Ga eens kijken. Zijn jullie schil of zo? Hebben jullie ook nog een bril nodig? Luc, ik doe hem wel. Giet op. Oh, rustig. Giet op. Au. Ik ga die ding in, Ik kom al. Okay. Kom maar een beetje sneller, hè. Kom. Hier, wil je nog een keer lopen? Ik ben er. Hier. Doe hem erin. We gaan door naar de farm. Maar beetje snel graag, hè. Nu kan je ook, wil je ook een kogel vangen? Maar wie is Kevin? Is dat die directeur? Dat is die politieagent, de hoofdpolitieagent. Weet hij dat je kent hier hem wel. Je kent hem wel. Lopen. Er gaat je niks aan omdat hij weet dat ik hier ben. Daar gaat je niks aan. Waarom deze hier aan deze? Je staat te veel vragen. Werken. Kom, jij ook, Luc. Ik ga aan het werk. Jij ook, kom. Au, ik ben helemaal duizelig. Wat die bladeren hier ook, hierboven. Welke bladeren? Moet het allemaal hierboven weg? Natuurlijk. Dat kan wel sneller. Mijn handen doen echt heel veel pijn. Boeien me niet, wil je getaste worden of niet? Ik heb mega veel blaren op mijn handen. Doe rustig tegen hem. Nee, je houdt het in je mond toch, Dennis? Ik praat het niet tegen jou, rustig, wel. Rustig. Ik deze voor je, ik maak je vlam lekker kapot. Maakt me toch niet uit, het is toch mijn laatste dag. Ik heb niks te verliezen. Maar voor Luc niet. Ja, voor Luc zeker niet. Luc, jij blijft hier ook heel je leven, denk ik, man. Nee, niks tegen hem doen. Pak mij maar. Hij heeft hier niks mee te maken. Nee, je moet hier deze voor je. Hou je mond dicht. Dennis, kom mee. Hup, beetje sneller. Luc, jij ook. Jij mag dit lekker mee met Dennis gaan doen. Dit wordt de leukste taak van deze laatste dag van jullie. Ik hoop dat jullie er veel plezier in hebben. Nou, Dennis, jij vooral, want dit wordt jouw laatste dag. Luc, jij blijft hier nog levenslang. Moet hij naar deze leerzaal? Kom maar mee. Oké. Een beetje sneller of niet? Wil je getest of niet deze weer? Zo'n pijn. Herinner je deze kamer nog, Dennis? Nee, ik ben duizelig. Ik val bijna flauw. Oké. Boeit mij niet. Je gaat doorlopen. Ja. Nou, dit is dus het graf van meneer Eentje. Je ging die weghalen en zo, maar je bent iets vergeten, Dennis. Wat ben ik vergeten? Ik ben niks vergeten. Alles meneer Eentje zelf, die ligt hier ondergronds. Pak hem eruit. Pak hem eruit, in je handen. Maar ik heb alleen zijn veren. Okay. Ja, dat maakt niet uit. Pak het eruit. Hier, Luc, deze voor je. Pijn. Nee, laat hem met rust. Hou je mond tegen de hak. Pak hem op. Pak die kist op. Ik pak alles op. Oh, kom maar mee mee. Jij ook, Luc. Kom. Waar brengen ze weer naartoe dan? Naar de isoleercel of de normale? De normale. Oké, kom maar mee. Beetje snel graag, oké? Kom maar mee. Hup, snel. Hup, sneller. Oké, ga er maar in. Hup. Luc, jij ook. Steeds beetje sneller. Laat ons maar met rust, oké? Ja, jullie krijgen één bed voor twee personen. Dat is goed genoeg voor jullie. Ja, is goed. Ga jij maar naar je stomme kamer. Wij blijven hier. Stomme kamer. Wil je deze worden weer, of niet? Nee. Deze voor je. Wij gaan weer koffie drinken. Veel succes met jullie, met z'n tweeën. Dus hou nu, hè. Gaat het goed met je? Ja, ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Luc, ze hebben je door. Ze hebben gezien dat je me koekjes gaf. Klopt. Hier, Luc. Ik heb deze bewaard voor je. En ik heb wat aardappeltjes geplukt. Ze zijn wel rauw, maar het is beter iets dan niets. Want dit is toch mijn laatste dag. Ik kan net zo goed alles aan jou geven. Ik eet nog een beetje en de rest geef ik aan jou, oké? We hopen gewoon echt dat Alex komt, oké? Mijn beste vriend, hij komt er echt halen. Maar zo niet, Luc. Dit is mijn laatste dag. Kom mee, je weet die kist toch onder mijn bed? Die kist? Ja, even kijken of ik de code nog weet. 5, 3, 8, 9, 2. Ik heb daar heel wat spulletjes in, zoals je ziet. Open hem maar. 5, 3, 8, 9, 2. Onthoud die code goed, oké? Er zit nog wat restjes in. Een dagboek, wat broodjes, een appeltje. Het is mijn laatste dag. Hoe kom je daaraan? Ik eet een appeltje op, denk ik. Ik heb dit allemaal gevonden in deze gevangenis. Oeh. Het locht allemaal. Deze gevangenis is mega oud. De dagboeken liggen er al sinds heel veel jaren geleden. Echt? Ja, maar we hebben een probleem. Als Alex vandaag niet komt, dan ga ik het aan. En jij zit hier voor altijd vast. Het spijt me dat ik je in een probleem heb gekregen, oké? Het spijt me. Maakt echt niet uit, oké? Want zoals ik al zei, weet je wel. Wat zei je nou? Werd je nou bedreigd om voor ze te werken? Ja, dat... Ja, door Dries en Daan. Ja, ik werd gewoon in één keer meegenomen. Je bent ook ontvoerd eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik wist wel dat je niet zo was zoals hun. Je was veel te lief al die tijd en daar wil ik je echt enorm voor bedanken. Ik weet niet wat ik bedoel. Wil je iets voor me doen? Ja? Eigenlijk, ik wou je iets geven, maar ken je dit nog? Het is van meneer Eentje. Dit is niet
van meneer Eentje. Meneer Eentje leeft nog. Alex zei dat hij nog leeft. Hij leeft nog. Meneer Eentje leeft nog, maar hij is dood gegaan. Nee, ze hebben een neppe neergeschoten. Dat was niet de echte, dat was een neppe. Een neppe, meneer Eentje. Dus de echte leeft nog. Ik dacht ook dat het de echte was, Luc. Maar het is de neppe. De echte leeft nog. En dat betekent dat... Het maakt me niet uit wat er met mij gebeurt. Na vandaag. Ik bedoel, als ze me neerschieten, dan is dat maar zo. Ik ben al lang blij dat meneer Eentje nog leeft. Ja, maar je gaat het echt overleven, oké? Okay? Ik beloof het je. Ik ga het niet overleven, oké? Okay? Ja, accepteer het nou maar. Er is nog tijd. Alex kan van alle kanten komen. Misschien neemt hij wel versterking mee of zo. Luc, vanavond is het te laat, oké? Okay? Maar Dennis... Ik ga nog even in bed liggen, oké? Okay? Ik weet niet wat ik moet doen. Oké, dan. Er is gewoon geen tijd meer. Ik accepteer het. Ik ben gewoon blij dat meneer Eentje nog leeft. En dat is het belangrijkste. Ik ga even liggen, oké? Zullen we ons de beurten? Dat ik eerst even een uurtje slaap en dan jij? Nee, jij mag het bed hebben. Is jouw laatste dagje. Oké, dankjewel. Welterusten. Welterusten, Luc. Oh, Luc. Luc. Ja, Dennis. Ik kon niet slapen, ik heb gedroomd. Ik had een nachtmerrie, ik had gedroomd dat Alex zou komen. Ja, het komt echt goed, oké? Okay? Het is mijn laatste dag. Dennis! Alex! Ik ben er voor je! Alex! Waarom zit je met de politieagent in de gevangenis? Alex! Nee, waarom moet er? Alex! Hij heeft je toch meegenomen hier naartoe? Hij heeft je toch... Alex, hij heeft je die kaart gegeven. Hij heeft ons geholpen. Hij is gepakt. Ze hebben hem bedreigd. Jij bent degene die de kaart naar me toe heeft gebracht. Ja, dat is hij. Ja, klopt. Door jou ben ik hier. Maar... Alex, hou me uit. Hou me uit, snel. De politieagenten zijn er nog. Dennis. Ik weet toch niet hoe dit werkt? Alex, die hendel daar. We praten ook veel te hard. Deze knop? Ja, druk erop. Hey, doe dat niet, Dennis. Alex, nee, ernaast. Aan de muur. Oh, ja, die. Kom op. Snel. Dennis, hij zit vast. Sneller, al je kracht gebruiken, Alex. Kom op. Oh, jij. Rennen. Luc, kom. Ik kom mee. Dennis moet gaan. Waar is de uitgang? Alex, laat je wapen vallen, oké? Waarom zou ik mijn wapen laten vallen? Na een paar dagen, oké? Na een paar dagen niet op te komen, daar ben je eindelijk, ja. Nu hebben jullie alle twee. Hoezo, daar ben ik eindelijk. Dat werd de tijd. Heb je de diamonds ook meegenomen, of niet? Alex, schiet hem neer. Heb je die ook meegenomen? Ik zou het maar niet wagen proberen nu te schieten, oké? Okay? Hier, doe je wapen weg, ja. Doe je wapen weg. Alex, je moet je overgeven. Doe je wapen weg. Jullie zijn zo niets, dit. Hey, Matrice. Ja? Hij heet geen Alex. Maar nummer 4! Hoezo nummer 4? Ja. Ik ben niet nummer 4, ik ben Alex. Wat moeten jullie met mij? Ja, ik had dus gezegd tegen Dennis. Wist je nog? Ja, je hebt de video boodschap vast ook gehoord. Dat als jij hier komt, dat jullie allebei vrij gaan. Worden gelaten. Ja, we mochten gaan, dus we kunnen. Wat denk je zelf dat het echt mag? Ga die cel in, jongen! Ga die cel in! Nee. Jij nee. ook, Alex! Kom! Deze! Kom! Kom! Schiet hij op je! Kom, Alex, dit is een sloop nu, ja. Alex, geef je over. Kom maar. We kunnen niks. We moeten hier weg. Dat kan niet. Nee, helemaal niks. Ik zou maar meekomen, zodat ik jullie daar helemaal neerschiet hier. Kom maar mee. Rustig met die wapen. Nee, houd ik in je mond niet, Alex. Kom. Hé, laat hem met rust. Houd ik in je mond niet, Alex. Deze, kom. Deze, ook nog. Kom, nu die show. Ik kom al. Ik ben duizelig, Alex. Kom, sneller. Dit is onterecht! Deze voor je, Alex! Kom, doorlopen! Doorlopen! Oké, kom, Alex! Ik voel me niet goed! Je hebt zoiets niets, Luc, dat is ongekend! Alles draait helemaal! Moet je nog getaseren dan, of niet? Politie, stel bij me! Kevin, wat doe jij? Laat het wapen vallen! Laat het wapen vallen! Heb je de politie gehaald? Wat doe jij hier, Kevin? Jij hoort er helemaal niet te zijn! Wat is dit? Omdraaien! Help me! Ik word ontvoerd! Help! Wat gebeurt hier? Help! Baan, wat moeten we doen? Dit was niet... Spijt me, oké? Dit was niet de bedoeling! Ik heb... Neem me mee! Ik krijg je nog wel, Alex! Ik krijg je nog wel! Je hebt het aangehouden! Hoe krijg je me dan als je in de gevangenis zit? Ik ben nog wel weg terug! Hij is Alex! Nu heb je grote mond, hè? Stop! Meedoen! Wat moet ik doen? Je bent aangehouden en je gaat naar de cel toe. Nee, niet naar de cel! Nee, ik heb niks gedaan! Ik heb niks gedaan, oké? Ja! Het is gelukt! Heb jij dit allemaal geregeld?
Waar moeten we naartoe? Au, au, au. Oh, we gaan naar de politiebureau toe. Ze verdienen dood. Hoe zeg je dat wel in de Ik kijk jullie nog wel, Dennis. Au, au. Ik kijk jullie nog wel, Dennis. Au, au. Ik kijk jullie nog wel. Hey, hoe gaat het met jullie? Niet zo goed. Ja, ik leg het uit. Kijk jullie nog wel. Doei, losers. Doei. Ja, doei. Ja, gaat het goed, ja. Hij heeft me ontvoerd. Ja, maar gaat het voor de rest goed? Ja, het gaat goed. Ja. Oké, okay, mooi zo. Nou, wij gaan even door met die mensen. En dan zetten we ze in de cel. Ja, neem me mee. Dankjewel. Ja, ja, hoi. Ik denk dat ik nog wel de code van de deur weet. Wat is de code dan? Kom maar snel. Dennis, hoe lang ben je al niet buiten geweest? Ik ben hier echt een paar weken niet meer geweest. Dit is geweldig. Het is gewoon gelukt. Je bent eruit. Alex, je bent de beste. Ik had een beetje verwacht dat je niet meer zou komen, maar dankjewel. Tuurlijk, Dennis. Altijd. Ik ben weer vrij.